hartelijk welkom in Parocia voor een informatieavond over stadsoevers, bestuurscentrum, VMBO Da Vinci en wat daarmee annex is. Nu is het informatieoverdracht, zodat u weet in elk geval ook hoe van de zijde van ons college en de marktpartij het verhaal is. U weet de agenda van Roosendaal is eerder door de raad vastgesteld. En waarom is dit de titel op weg met de agenda van Roosendaal? Als je kijkt, de werkwijze die we gaan volgen is steeds meer dat wij samen met partners in de samenleving die samenleving vorm gaan geven. We zeggen wel eens de tijden dat de gemeente het alleenrecht had, of althans het gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie in de samenleving, om zelf met het dirigeerstokje te draaien, te zwaaien, die is al lang voorbij. We moeten het samen doen en dat is ook het karakter van het verhaal dat u te horen krijgt. Inmiddels heeft hij vorm gekregen, inclusief de bezuinigingen, waarvan een zeer substantieel deel de ambtelijke organisatie gaat treffen. Andere werkwijzen, maar ook een drastische afslanking van die ambtelijke organisatie. Even snel terug, en ik pak gewoon de sheets van een jaar geleden, die zijn van belang, met name drie, om even aan te geven wat hinderde ons toen, wat waren toen de kaders waar wij mee rekening moesten houden. We hadden voor stadsoevers te maken, nog steeds te maken met marktpartijen, waarvoor met elkaar een overeenkomst hadden gesloten. Moet je respecteren, dat gaf verplichtingen en daar kon je niet zomaar omheen. Ook voor het VMBO, ook een samenwerkingsovereenkomst, afgesloten, ook tot verplichtingen leidend, waar we ook dienden te respecteren. Hebben we vorig jaar ook zo gezegd. Dat was het juridisch kader, het juridische context waarbinnen wij moesten gaan opereren. Toen heb ik ook gezegd, wat is nou tussentijdse beëindiging van die contract? Is mogelijk, noemen we hier eens een samenwerkingsovereenkomst met de marktpartijen, prima. En ik heb toen gezegd, kijk eens even naar dat artikel, want als je eenzijdig zoiets opzegt, dan kun je problemen hebben. Tot juridische procedures, tot schadeclaims en wat dan niet meer zijn. Maar, nog meer, want de gevolgen toen hebben we heel duidelijk aangegeven. Als je verder maatregelen zou nemen, wat buiten die overeenkomsten zou gaan, dan zou het bestemmingsplan sowieso de prullenbakken gaan. Heb je helemaal niets daar op dat terrein liggen, kan je ook de kant uit. De Vinci College zou niet op Lagage Oost gevestigd worden. Nou, dan weten we inmiddels dat dat niet gaat gebeuren. Afschermende werking, dat zou Steven ook op afkomen, zou niet worden gerealiseerd. Wat ook een hinderpaal zou zijn voor de verdere ontwikkeling van de wijk. Ontwikkelen van een groot gedeelte van stadsoevers wordt vertraagd dan wel onmogelijk gemaakt. Dat is toen de consequentie. Herontwikkeling op locatie Oost betekent minimaal 3 jaar vertraging. Heb ik toen geconstateerd. En de financiële gevolgen van herontwikkeling en vertraging, dat lag een metroomrapport, zouden we een som verliezen van 15,2 miljoen euro. Contextrijke omgevingen en de planning in gevaar kwamen voor het Da Vinci College, zijn met bestuur en directie van Da Vinci in gesprek gegaan, zoals de SOC ook aangaf. En zijn we met elkaar gaan kijken, wat kan nu de oplossing zijn zonder in de vertraging te komen? Want dat is steeds een heel belangrijk uitgangspunt geweest. Die school moet echt zo snel mogelijk naar een andere locatie. We zijn toen gaan onderzoeken, gaan kijken welke locaties komen daarvoor in aanmerking. Dat heeft er toen toe geleid dat het college heeft voorgesteld het raadsvoorstel aan te houden. En we hebben die locatie, omdat ook het huidige Jan of het voormalig Jan Timberg College een school voor 1000 leerlingen was, op Bovendonk 1 ingebracht als locatie. Na heel veel wikken en wegen en de voor- en nadelen met elkaar bekeken te hebben, werd Bovendonk 1 de meest aantrekkelijke locatie voor het nieuwe Da Vinci. Misschien eventjes goed om met name ook eventjes te vertellen over de ontwikkeling van stadsoevers. Met name wat deze ontwikkelingen betekenden voor de ontwikkeling van de woonwijk. En met name ook, ja, toch alvast wat meegeven van de vele gesprekken die we de afgelopen maanden, zo zou ik het willen noemen, hebben gehad met de marktpartijen. Die stadsoevers samen met de gemeente Roosendaal aan het ontwikkelen zijn. Wat gevraagd. Maar je hebt wel een andere manier van ontwikkelen nodig. Minder aanbodgericht, huizen wegzetten, verkopen en vervolgens maar kijken wat dat in de markt doet. Maar veel meer kijken van hoe kun je vraaggericht, passend bij die segmenten, we hebben laatst ook een woningmarktonderzoek laten uitvoeren, hoe je die segmenten in de markt goed zou kunnen opzetten. En daar zit met name ook toch wel iets van een paradox zit daarin. Aan de ene kant, het is crisis,
Er worden wijnwoningen afgezet en aan de andere kant is er nog steeds ook behoefte aan de bouw van woningen. Vorige week ook nog de laatste provinciale cijfers waarin het blijkt dat er toch nog best stevig gebouwd moet worden. Moeilijk in deze tijd, dat realiseren we ons als geen ander, maar voor de woningmarktvraag zul je toch nog een groot aantal woningen moeten wegzetten om in die woningbehoeften te kunnen voorzien. De cijfers zijn in ieder geval ook zeer actueel. Hoe verder even heel praktisch. Dit leidt tot concrete besluitvorming op tweetal terreinen. Om te bouwen van het nieuwe VMBO moeten we een nieuwe krediet aanvragen aan de raad. Dat staat ook in het raadsvoorstel. Raad besluit tot het toekennen van een nieuw krediet voor de bouw van het VMBO op de oude Jan Tin locatie. En raad, u heeft al een krediet toegekend van 7,7 miljoen, verhoogt dat tot 9 miljoen voor de verdere upgrading van het stadskantoor. Dat zijn de twee concrete besluiten die wij aan de raad gaan voorleggen. Hoe nu verder te gaan? Een bijzondere stad en is de problematiek van Roosendaal uniek. En moet ik helaas teleurstellen, er zijn meer steden die deze problematiek hebben. En dan gaat het om hoe ga je dat nou oplossen met elkaar. En toen we nog dachten in 2006 en 2007 dat we aan een maakbare samenleving werkten, dan heeft de crisis, maar ook daarvoor eigenlijk de markt, hard op de grond gegooid. En is gebleken, maar daar ben ik van, dus dat zal ik ook maar zeggen, dat de markt niet oneindig machtig is. En dat misschien wel zeer beperkt op het moment dat blijkt dat het geld allemaal wat ingewikkelder is. En dat je elkaar zou moeten zoeken naar weer veel meer de samenwerking. Dan even nog naar het algemene beeld. Ik ben heel veel keer in Roosendaal geweest. Ik ben ook bij de start van dit plan betrokken geweest in het verleden. Dat het een goede keuze is. En dan kunt u zeggen, ja, we zitten niet op jouw mening te wachten, maar u moet mee doen wat u wil. Dat Stadsoever Zuid een belangrijk onderdeel is voor de stad. En dan stijg ik echt even boven ons eigen belang uit. Dan zeg ik, nou oké, dan baken we even een paar woningen niet. Ik ben ervan overtuigd, en ik ben op veel momenten in Roosendaal geweest, en ik zie ook wel een beetje wat er gebeurt. Ik heb daar overigens ook met Tony van der Ven over gesproken, van Aramis. En bij elkaar zeggen we toch Zuid, ondanks misschien de brieven die geschreven zijn en die u als raad ook heeft gezien. Wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkelingen van Zuid toch een belangrijke impuls voor het centrum van Roosendaal kan betekenen. En daarmee voor uw stad en voor de economie.